De politie heeft vorig jaar minder hennepkwekerijen opgerold, maar wel meer geld afgepakt van thuistelers in Noord-Nederland. In 2015 werd er bijna 6 miljoen euro crimineel geld afgepakt van deze thuistelers. En het jaar daarvoor was dat nog maar 2,5 miljoen. Nou, aangeschoven hier aan tafel verslaggever Jeroen Willems. Zeg Jeroen, hoe heeft de politie dat voor elkaar gekregen? Nou, het is echt een speerpunt van politie en justitie. Ze hebben de afgelopen jaren hebben ze daarom al heel veel afspraken gemaakt met gemeenten, met bijvoorbeeld energiebedrijven, woningcorporaties. En wat ze nu hebben gedaan is al die afspraken in één groot noordelijk convenant gezet. Ja, en daarmee hopen ze nog meer hennepkwekerijen op te rollen en nog meer geld af te pakken. In Drenthe was het gisteren nog raak in Eeksterveen. Aan de Dorpstraat wordt een ondergrondse kwekerij opgerold waar in totaal 500 planten stonden. De 55-jarige bewoner wordt aangehouden. De hennepcriminelen die is om één ding te doen. Heel makkelijk in een zo kort mogelijk tijdbestek zoveel mogelijk geld verdienen. Daar is de hennep een uitermate goed middel voor. 8 weken duurt een oogst en in 8 weken heb je ongeveer voor 90 euro voor één plantje heb je verdiend. Ja, en daar is het om te doen. En daarom moeten we daar echt hard op insteken en ook het geld afpakken. In het hennepconvenant Noord-Nederland werken verschillende partijen samen om het wietkweken zo moeilijk mogelijk te maken. Advocaat Jalling van der Goot van advocatenkantoor Anker en Anker in Friesland vindt de maatregelen veel te rigoureus. Nou, een concreet probleem is het volgende, dat een verdachte wordt aangehouden door de politie in verband met betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Wat het Openbaar Ministerie dan vervolgens doet is beslag leggen op alles wat los en vast zit bij deze concrete verdachte. Dat betekent de auto wordt ingenomen, eventueel wordt er beslag gelegd op zijn woning, op vermogensbestanddelen, bankrekeningen enzovoort. Maar er is nog geen rechter in beeld geweest die heeft gezegd dat deze betreffende man of vrouw ook schuldig is. En daar heb ik moeite mee, want in sommige gevallen gebeurt het dat een rechter zegt of de man wordt vrijgesproken of hij wordt misschien wel veroordeeld, maar hij heeft geen illegale winst behaald. Zit het nou met die handel in softdrugs, Jeroen? Groeit dat hier in deze regio? Nou, de politie heeft wel het idee dat het steeds professioneler wordt. Het begint een beetje op het zuiden van het land te lijken. In Brabant hebben ze heel veel problemen met hennepkwekerijen. Daar gaan ze steeds meer over op de synthetische drugs. Ze hebben het idee dat de hennepkwekerijen oprukken naar het noorden. Worden al veel in de Achterhoek gezien. Ja, en het noorden lijkt daar niet aan te ontkomen. Zou je zeggen dat er ook meer kwekerijen worden opgerold? Maar als we dan kijken naar de cijfers, zie je toch dat in 2014 er 145 kwekerijen werden opgerold. En vorig jaar maar 124. Nou, dat zie je ook bij de andere noordelijke provincies. En als je dan kijkt naar de totale, dan zijn het toch bijna een stuk of 80 minder. Ja. Nou, dat is toch aanzienlijk. Nou, dan heb ik ook even gevraagd aan de politie hoe dat zit. Ja, dat is ons niet helemaal duidelijk. Dat kan aan de ene kant liggen aan de reorganisatie, hè? Dat er wat minder aandacht is geweest voor. Daarentegen hebben we wel veel meer geld afgepakt, crimineel vermogen afgepakt van die kwekerijen. Ja. We zijn van 2,5 miljoen zijn we naar bijna 6 miljoen gegaan. Ja, 6 miljoen. Wat gebeurt daarmee met dat geld? Ja, dat gaat terug de staatskas in, dus daar profiteren we allemaal van mee. Ja, en het had dus een stijgende lijn. Zet die stijgende lijn door? Ja, dat hoopt de politie wel. Daar gaan ze eigenlijk ook wel vanuit. Zeker met dit nieuwe convenant. Hè. Dan moet er nog effectiever gewerkt worden. Ik heb ook gevraagd, waar zou dat dan kunnen eindigen? Daar durft ze niet aan. Ze durven geen voorspelling te doen. Maar het moet hoger worden dan die 6 miljoen in ieder geval. Jeroen, dankjewel.